meteen aan Mary Poppins denk, zo in één keer, dan moet ik toch denken aan 7 meter op mijn kop tappen in het Circus Theater. Omdat dat heel spectaculair was, maar ook doodeng. We hebben getraind eerst dan met een 2 meter hoge stallage, waar je gewoon leert om in balans te blijven op zijn kop, die routine te tappen. En dat ging eigenlijk allemaal heel prima. En toen kwamen we dus in het theater. Toen gingen we uiteindelijk in een soort pauze waarin iedereen weg was, gingen we even rustig een keertje. Werd ik gewoon omhoog getakeld en dan moet je dus voor het eerst omdraaien op 7 meter hoogte. Dat was wel heel spannend, alleen ik ben William. Dus ik wilde ook per se die eerste dag gewoon het kunnen. Dus ik ben die dag denk ik wel 20 keer heb ik dat dingetje gedaan. Nou ja, goed, en toen gingen we gewoon verder met repeteren. En na een uur werd ik gewoon zo ziek. Ik werd zo ziek en toen dacht ik, ik word niet lekker, ik krijg griep of ik word ziekig of zo. En toen was ik misselijk. Dus ik denk, en toen dacht ik eens, nou, dat komt natuurlijk omdat ik gewoon 20 keer dat per se, William wil dat dan weer per se meteen kunnen. Dus uiteindelijk ging dat nog goed. Toen reden we dus in de auto terug en ik moest de auto aan de kant zetten, midden op de A4. En toen ben ik uitgestapt en heb ik vol in de berm in de A4 lopen kotsen daar. En daarna ging het alweer beter. De volgende dag had ik ook nergens last meer van. Ik heb het ook nooit meer gehad. Oh, let's go fly a kite up to the highest height. Ja, het auditieproces was wel heel spannend. En dat kwam omdat ik het ook echt heel graag wilde. En ik weet nog heel goed dat de finals waren. En ik begon die dag en ik weet dat ik niet goed begon. Ik moest 1 of 2 keer binnenkomen en dat ik gewoon dacht, ik laat het uit mijn handen glijden. En toen bij die derde auditie voelde ik ook aan de tafel dat er een soort... Er kwam iets en toen moest ik uiteindelijk nog heel vaak in en uit hoor, met allemaal verschillende mensen. En, ik voelde op dat moment op een gegeven moment gedurende die dag dat ik dacht, ja, dit gaat de goede kant, dit gaat de goede kant op. Sluit ik mijn dagen in rook en in roet. Ik ben wie ik ben en wat heb ik het goed. De rol van Bert, ik moet altijd zeggen dat, ja, dat is heel stom om te zeggen over jezelf, maar ik denk dat dat wel een rol was die, dat het handschoen was die ik aantrok. Dat is een rol geweest die zo in mijn opleiding, zo van jongs af aan, ik ben natuurlijk echt een Gene Kelly, Fred Astaire fan, de soort, genre, meteen de teppen erbij, de disciplines, de 3 disciplines, is in die rol echt op zijn, ja, is wel heel zwaar ook. En ik vind dat gewoon wel bij mij passen. Het is gewoon een totale energiebonk ook natuurlijk. Nou ja, dat ben ik wel echt van mezelf. Het vriendelijke karakter en de zachtheid en de openheid. Ja, vooral het dansen erbij. Ik denk dat ik dat nu ook het meeste mis. Ik wil het ooit nog eigenlijk wel heel graag doen in Londen of in New York of zo. Dat lijkt me heel gaaf. Dus als dat misschien ooit nog komt in de komende 5 jaar, ik kan ook niet te oud worden meer natuurlijk. En ze zouden zeggen van, nou, wil je het nog eens een halfjaartje op West End doen of Broadway? Dan zeg ik ja. Ik ben tamelijk voortreffelijk op elk gebied. Tamelijk voortreffelijk, dus graag of niet. Nou ja, goed, het op zoek naar Mary Poppins programma was vooral gewoon voor de vrouwen, de Mary Poppins, heel zwaar. En omdat, ja, ik was al gecast, dus ik had de rol al. Ik heb 5 jaar met een vrouw geleefd die dat gedaan heeft. En ik weet nog steeds, ik kan nog steeds merken aan haar hoe zwaar dat was. En hoe, je wil gewoon iets zo graag. En je hebt wel het gevoel dat je het misschien wordt of... En zo'n tv-programma is gewoon hysterisch. En je moet gewoon elke week presteren. Straks krijg je net die keelontsteking die je... Ja, ik bedoel, los van dat. Maar ook gewoon dat je gecast wordt op televisie. Dat mensen gaan beslissen of jij dat wordt. Ja, dat is wel pittig. Ik ben daar ook niet een voorstander van. Ik kan wel een mooi kijkje geven in iets. Maar dan vind ik het mooier om de audities intern te houden. En dat je dat volgt, gewoon zo'n proces. Omdat dat vind ik wel heel interessant. Het auditieproces is super spannend. En lijkt me ook mooie televisie. Maar dit is zo kwetsbaar. En ik heb daar wel mijn bedenkingen over. Ik zou ook zelf niet meedoen aan een op zoek naar programma. Er zaten nu 2 kinderen in de voorstelling en dat waren hele grote rollen ook. Veel zingen, veel spelen. En we hadden dan uit mijn hoofd 5 setjes van 2 en die werden dan elk, ja, om het half jaar gewisseld, geloof ik. En wat ik me heel goed kan herinneren is dat eigenlijk werden Noortje en ik best wel ontlast voor die repetities, omdat wij gewoon alles speelden. We waren vaak understudies die dan met hun moesten repeteren en het was soms zo dat je gewoon
met een nieuw stelletje gewoon bijna niks had gedaan en gewoon die voorstelling ging spelen. Ik vind dat wel leuk, ik hou er wel van, maar het is voor die kinderen natuurlijk super spannend. Maar wat er leuk aan is, is dat je, en zeker in die rol van Bert, je bent een beetje dat vaderachtige figuur. Dus ik hou er ontzettend van, dat heb ik in een klein onderdeel ook meegemaakt, als die jongetjes of die meisjes zo naar je staan te kijken en echt zo staan te kijken, ja, ik weet echt dat ik iets moet zeggen, maar wat ik moet zeggen, ik weet het niet meer. En dat je dan gewoon dat moet oplossen. Ik hou daar heel erg van. Dat vind ik ontroerend en het levert vaak de mooiste momenten op. Nergens op aard ken je beter naartoe als waar hun dat zingen van Chim Chim Chim. Mary Poppins en Bert is gewoon, nou, dat ga ik gewoon niet meer vergeten. Cheerio, Bert. Let een beetje op ze.